We staan hier bij de vijver op de Alderingshoek. Want we zien het waterpeil, dat is niet zo hoog in deze vijver. Hoe komt dat? Nee, dat klopt inderdaad. We hebben voor het derde jaar op rij wederom te maken met extreme droogte. Het neerslagtekort, dat is de maat voor de droogte, is op dit moment 150 mm. En normaal gesproken is dat rond deze tijd van het jaar ongeveer 50 mm. Ja. Hoe kun je dat verklaren? De droogte van nu kunnen we verklaren door onder andere een veranderend klimaat. Een recentelijk onderzoek van het KNMI heeft uitgewezen dat het klimaat in het binnenland van Nederland en dus hier in Twente en in Almelo onderhevig is aan een veranderend klimaat. Welke maatregelen treft jullie waterschap Verstromen dan? Nou, het waterschap treft verschillende maatregelen. Maar als we kijken naar de korte termijn maatregelen, dan zijn die echt geënt op het vasthouden van water. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Wij passen situationeel maaibeheer toe, zoals dat heet. Dus we maaien minder de watergangen, om te zorgen dat het water beter wordt vastgehouden. En daarnaast zetten we ook onze stuwen hoog op, om te zorgen dat het water echt wordt vastgehouden in de haarvaten van het systeem. Ik kan me voorstellen dat Verstromen te maken heeft met zoveel verschillende belangen. Boeren, burgers, enzovoort, enzovoort. Hoe gaat Verstromen daarmee om? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. We hebben inderdaad veel verschillende belangen en we proberen die belangen heel goed af te wegen. En dat resulteert uiteindelijk in een pijl dat wij voeren in onze watergangen. Maar wij zijn continu in gesprek met allerlei verschillende belanghebbenden om maar te zorgen dat wij aan ieders belang invulling kunnen geven. Een ander punt is de sponswerking van het landschap. Hoe gaan jullie die als waterschap herstellen? De sponswerking van het landschap kunnen wij niet alleen herstellen. Wij beheren ongeveer 5000 kilometer aan watergangen. Maar 20.000 kilometer is een beheer van particuliere grondeigenaren. Dus we moeten het samen doen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld op lokaal niveau, dan zien we dat we bijvoorbeeld de bewoners ons kunnen helpen door tegels uit de tuin te halen, door de bestrating uit de tuin te halen, door groen in de plaats te zetten, zodat het water beter de bodem in kan zakken. En dat bijdraagt aan het stijgen van de grondwaterstand. Je hebt vast wel eens gehoord van de Nationale Gieter. Kun je daar eens meer over vertellen? Ja, de Nationale Gieter is inderdaad een concept wordt naar gekeken in de Veluwe of op de Veluwe. Er wordt het water van de Rijn en van de IJssel omhoog gepompt tot bovenop de Veluwe. En dan wordt het eigenlijk door middel van infiltratievennen de bodem ingebracht. En dat is een heel mooi concept inderdaad, waardoor je watertekorten eigenlijk langer kunt uitstellen. En is dat al in werking of moet dat nog in werking treden? Nee, dat is nog niet in werking. Dat moet nog in werking treden. En daar is ook nog wel het een en ander voor nodig. Ik kan me voorstellen dat het niet alleen voor de burgers, maar ook voor het waterschap 5 voor 12 is. Ja, het is inderdaad 5 voor 12. Droogte is natuurlijk niet iets van alleen de laatste jaren. We zijn al heel lang bezig met verdroging. En dat maakt het ook dat we daar eigenlijk continu mee bezig zijn met een veranderend klimaat. Hoeveel investeringen zijn er nodig om de verdroging tegen te gaan? Nou, daar durf ik niet direct antwoord op te geven. Er zijn in ieder geval investeringen nodig om droogte tegen te gaan. En het vraagt in ieder geval van ons als waterschap dat wij moeten nadenken over de herinrichting van ons watersysteem. Okay. Staan wij hier volgend jaar weer op deze plek? In 2018 zei ik dat de kans klein was dat we hier in 2019 weer zouden staan in 2020. Maar we staan hier toch. Dus ik acht de kans wel aanwezig dat we hier volgend jaar weer kunnen gaan staan. Ja. Wordt vervolgd. Wordt zeker vervolgd.